Emily Scholt, dus wat ging er mis? Ja, ik kan het eigenlijk nog niet eens zo heel goed verklaren. Het is natuurlijk net gebeurd en ik begon eigenlijk heel goed. En ja, hij werd wel een beetje zenuwachtig voordat ik die Piaf moest gaan doen. Dus ik kwam er echt niet goed in. Maar ja, oké, op dat moment moet het. Dus je gaat het dan toch proberen. En ja, ik weet niet, toen... Ja, jullie hebben het gezien, het ging niet. En ik dacht, ja, ik moet toch doorrijden. En oké, toen was het vertrouwen even een beetje weg. Dus toen durfde ik eigenlijk de tweede Piaf eigenlijk nog wat minder. Maar ja, oké, dus dat was gewoon... ik kan het eigenlijk niet zo goed verklaren waarom. Maar ja, het ging niet goed in ieder geval. Maar merk je al aan signalen dat het wat minder gaat dan je normaal gesproken gewend bent? Nee, het begin eigenlijk helemaal niet. Dus, oké, het is wel een moeilijk stuk uit die stap en dan in één keer die Piaf. Maar oké, het enige, weet je wel, hij is gewoon nog niet zo ervaren. Dus dat merk ik dan. Maar ja, het zijn levende wezens. En, dus soms kan je niet helemaal verklaren waarom iets gebeurt, maar ja, het gebeurt toch. Dan toch op dit EK. Je begint dan in elk geval goed. Het loopt dan niet zoals je graag zou willen. Ja. Maar de concurrentie is natuurlijk ook flink hevig. Had je van tevoren zoiets van... Nou, ik had het misschien toch best wel erbij kunnen zitten bij de beste 15? Ja, als ik goed had gereden, had die kans was die zeker wel aanwezig. Maar ja, niet als je... Dan moet je gewoon geen fouten maken. Je komt trouwens uit Gorinchem. Laten we dat benadrukken. Regiogenoot van ons natuurlijk. Het EK eigenlijk in je achtertuin, zo kunnen we het wel zeggen, toch? Ja, klopt. Ja. Heerlijk, lekker dichtbij. Lekker naar huis dadelijk. Ja, dat helaas dan niet met het sportieve resultaat wat dat betreft. Maar hoe bevalt het EK buiten sportieve? Ja, heel goed. Ik vind het sowieso, het is een heel hartstikke mooie plek. En ja, ik vind het heel leuk dat EK in eigen land is. Ja, dat merkte je nu ook. Mensen steunen je wel. En ja, dat geeft natuurlijk wel ja, een beetje een kick. Heb je dan ook meer vrienden en familie die ook speciaal voor jou nu hier op de turbine zitten? Ja, zeker. Met een hele bus zijn ze hier naartoe gekomen. Maar nee, dat is gewoon superleuk. Ja, veel bekenden, veel familie. Ik heb ze helaas dus een beetje teleurgesteld vandaag. Maar ja, het is niet anders. Maar zij zitten dan wel hier voor je op de tribune. En ik kan me ook voorstellen dat ze er toch op een of andere manier toch nog wel proberen ja, toch nog doorheen te krijgen. Ondanks dat je gewoon met je oefening bezig bent. Ja, ik moet wel zeggen, je hoorde, dat is ook weer een beetje demotiverend. Je hoort dan iedereen op de tribune zo van, oh. En dan denk je al, ja, ik weet het. Het is al, ik weet dat het niet goed gaat. Dus, maar oké, dat is natuurlijk een reactie die ik zelf ook zou geven. Maar op dat moment is dat wel even confronterend, moet ik zeggen. Maar ja, je moet toch doorgaan. Want inderdaad, dat doorgaan, dat is natuurlijk datgene wat nu ook moet gaan gebeuren. Ja, hoe die verder? Ik bedoel, het EK zit er nou voor jou op, toch? Ja. Nou, ik moet zeggen, ik heb nog steeds alle vertrouwen in dit paard. Want oké, dit is hopelijk gewoon een incident. En we waren hartstikke goed op weg. En sowieso de laatste wedstrijd heeft hij echt heel goed gelopen. Dus ik heb alle vertrouwen in hem. En ja, dat is een beetje met de paarden. Het gaat soms met de ups en downs. En ja, ik had met de landenwedstrijd eigenlijk nog hartstikke goed gereden. En dan nu minder. Maar ja, dat hoort er gewoon af en toe bij. En daar word je ook weer sterker van als het goed is. Ja, de flow, daar gaat het vooral om, hè, met paarsport. Ja, en ook wel denk ik op een bepaald moment natuurlijk als ze wat meer ervaring hebben. Dan wordt het natuurlijk ook wel makkelijker om die proeven door te rijden. En dat mist hij dan nu op dit moment nog een beetje. Tot slot, wat gaat je meest bijblijven van dit EK? Want je hebt toch ook nog een plak gepakt. Ja, toch wel dat, ja. Het was een hele aparte dag, moet ik zeggen. Het was natuurlijk, ik had echt gevoeld, brons hadden we echt gewonnen. En het zilver is dan, ja, daar zijn we heel blij mee. Maar het voelde natuurlijk toch een beetje raar omdat... Ja, een van de beste paardensporters gedisqualificeerd werd. Dus ja, dat vond ik wel op zich ook wel weer heel ja, sneu en jammer. Maar oké, daardoor hadden wij wel de zilveren plak. En ja, het zijn ook regels, dus het was zeker, klopt het wel. Maar het voelde toch een beetje gek. Nu weer naar Gorinchem. Ja, zo is het. Dankjewel. Ja, geen dank.